Paul, even voor de A16 Rotterdam kickstart. Ja. Wat vind jij mooier? Kunstwerk 10 of de Nachtwacht? Kunstwerk 10. Dat had ik al gedacht. We zijn vertrokken. This new highway's black and green. Smallest road I've ever seen. Oh my sweet 16. Het is 5:30 morgens. Een beetje puber moet nog aan zijn krantenwijk beginnen. Waarom zijn we zo vroeg hier? Ja, als het werk het noodzakelijk maakt, dan zijn we hier gewoon. Dat is, zo zit ons werk in elkaar. Maar welk werk maakt dit noodzakelijk dan? Nou, dit is een start van 18 uur. Dus we moeten op tijd beginnen. Willen we vanavond laat, heel laat weer klaar zijn. Alles voor het werk zoals gewoonlijk. Ja, precies. Deze ligt klaar om gestort te worden. En die wordt zo meteen helemaal vol beton gestort. Maar wat je dan ziet, dat deze andere kant, dat eerste dek is vorige maand al gestort. En die is eigenlijk klaar voor de afwerking. Weken aan gewerkt om hem zo netjes klaar te maken, zodat de beton kan komen. Die wapening die schreeuwt echt om, Tom, hè? Ja, dat moet grijs, hè? De nieuwe snelweg wordt dit. Ga je er ook later zelf overheen rijden? Vermoedelijk wel, ja. Zeker met mijn werk. Jij moest er vroeg uit vanochtend. 4:30. En denk je dan ook niet van, kon ik hem even blijven liggen? Nee, dat zijn we wel gewend. En wat vind jij het mooiste kunstwerk? Ja, kunstwerk 10, dat is toch wel het mooiste kunstwerk. Dat is jouw ding, hè? Ja, van alle kanten schuin en ingewikkeld. Dus dat is het mooiste kunstwerk. Ja, daar boven de krul zit het kunstwerk. Daar zo, waar ik met mijn vinger wijs. Wat is dit dan? Dit komt aan de buitenkant te zitten of zo? Ja, het is het randelement die voor het kunstwerk komt te hangen. Het zware werk, dat zit erachter. En dit is een randje om het af te werken. Ja. Je bent meer van het zware beton, geloof ik. Ja, ja, precies. Daar denkt de architect vast anders over. Vast wel. Hebben jullie nou wel eens ruzie? Heel vaak, ja. Waar gaat het over? Over de kwaliteit. Ja. Ik vind het een prachtig, mooi, stevig kunstwerk. En dan vindt Joost, ja, maar de kleur, of dat randje. Het moet er over 5 of 10 of 15 jaar moet er nog steeds goed uitzien. Hoe vertaal je dat dan? Dat vertaal je in een familie van kunstwerken. Oftewel één vormgeving voor de hele weg. Je had het over een familie van kunstwerken. Dan staan we hier bij de oermoeder, hè? Ja, klopt. Dit is het randelement. En hier kun je heel duidelijk de ruit zien. Kijk, dit is bijvoorbeeld het randelement wat we ontworpen hebben waarin de ruit duidelijk zichtbaar is. De ruit is geïnspireerd op de ruit van Rotterdam. Het mooie van een ruit is dat je hem op heel veel verschillende manieren kunt gebruiken. Zelfs het gaaswerk ziet eruit als een ruit. Dus het komt op beton, glas, gaas. En was jouw idee? Het was ons idee. We werken in een team. En op dit werk hebben we wel met 5 architecten gewerkt. En jullie hadden ook een soort eureka momentje van de ruit. De ruit. Ja? Precies, ja. We zijn eruit. Als ik jou zo zie, dan vind ik jou echt een betonman. Maar waar zit hem dat dan in? Ja, dat komt denk ik op mijn vader, denk ik. Daar ben ik ooit begonnen. In de beton. En ook op de auto. Jij komt ook uit een heel betongeslacht. Klopt, ja. Vanaf kind zo van al. Ja. Dus het beton zit in de aderen? Ja, dat zit er goed in, ja. De cement. Ja. Heb je een zoon? Nee. Een mooie dochter. Is dit wat voor haar? Kan. Weet ik nog niet. Nee, dat weet ik nog niet. Maar nou zie ik dat moeder natuur al wat graffiti heeft aangebracht. Ja, nou, we hebben al meteen met de aannemer gesproken dat dit niet de bedoeling is. Dit is een betonsluier. Bij het aanstorten van de bovenkant is dat water naar beneden gekomen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus al die strepen die gaan er nog af? Die gaan eraf. Ik ga zo meteen iemand roepen met een emmer water, want dit kan zo niet. Paul, dit is kunstwerk 10, jouw favoriete kunstwerk. Wat wordt kunstwerk 11? Ja, kunstwerk 11, ja, die hebben we niet. Dat zal kunstwerk 12 worden. 11 hebben we overgeslagen. Maar ja, zo kan ik het ook. Ja, ik ben leeg, ik ga het weg. Jij gaat nu weer een nieuwe lading halen, kom je terug. Ja. Dankjewel. Ja, oké, bedankt. Als snelwegwijzer heb ik behoefte aan een wegwezer. Hebben jullie iets? Zeker. Wij rekenen en tekenen, maar uiteindelijk wordt hier de kwaliteit gemaakt.
Wat mij betreft is die gewoon grijs. En we zijn weg!